De stoepranden bij inritten aan de Graafseweg zullen worden vervangen. Daardoor zijn er tot 16 februari minder rijstroken beschikbaar. In oktober, kort na het opleveren van de aangepaste Graafseweg in Nijmegen, waar ruim 6 weken aan werd gewerkt, lieten omwonenden al weten de stoepranden gevaarlijk hoog te vinden. Nu worden op sommige plekken die stoepranden dus vervangen.